Goedemorgen iedereen. Welkom op het webinar Hoe je project indienen voor de Harry van de Velde Awards. Heel erg welkom. We zijn blij dat er zoveel inschrijvingen zijn ook. En we hopen dan ook dat jullie allemaal jullie projecten gaan indienen voor deze editie van de Harry van de Velde Awards. Ik ga zelf een kleine intro geven vandaag over de awards. Ik ga niet te veel in detail, want ik wil vooral jullie vragen horen. En ik geef dan graag ook later de vloer aan Pieter Lesage en Jo Klaps, twee winnaars van vorige edities van de Henri van der Velde Awards. Zij kunnen jullie nog meer vanuit de buik vertellen waarom ze het hebben gedaan en wat het jullie ook opbrengt. Misschien nog eerst enkele praktische overwegingen. Dit webinar wordt opgenomen. Mocht jullie daar niet ook in mee zijn, geef het mee, dus dan kunnen jullie er ook terug uitgaan. Het webinar wordt nadien ook bezorgd. Dat zal in de loop van morgen zijn, samen met een survey die jullie kunnen invullen. En dan kunnen jullie ook alles nog eens even herbekijken. Het staat ook op de site van bcc.be en op onze projectsite harryvandevelde.be. Jullie zijn zeker welkom om veel vragen te stellen. We gaan proberen die wat te bundelen op het einde van deze sessie. Maar aarzel niet om in de knop Q&A, je hebt een balkje aan de rechterkant, Q&A, om daar al vragen te stellen. Dat maakt het makkelijker voor ons om die wat te bundelen en nadien op het einde van de sessie ook vlot te beantwoorden. De Harry van de Velde Awards zijn dan ook de meest prestigieuze designprijzen in België. Al 30 jaar proberen wij ontwerpers, ontwerptalent, maar zeker ook bedrijven die inzetten op design, die dus zelf een designafdeling hebben of die met ontwerpbureaus samenwerken, in de kijker te zetten met de bedoeling om te laten zien enerzijds welke kwaliteit in design dat er is in Vlaanderen. Want er zijn ongelooflijk veel talenten, ontwerpers, ontwerpbureaus, bedrijven die ongelooflijk slim inzetten op innovatie en design. Om hen in de kijker te zetten, maar zeker ook om de breedheid van design mee te geven. Want het kan misschien een misvatting zijn bij sommige mensen, maar de Harry van de Velde Awards en design draait niet alleen rond grafische vormgeving of meubeldesign. Het gaat veel breder dan dat. Er zijn winnaars geweest die vanuit de medische sector kwamen, transportsector, allerlei zaken rond healthtech kan er ook in terecht. Dus dat gaat heel breed. Ik ga zelfs daar ook iets meer over in detail als ik op de categorieën heb. De Harry van de Velde Awards worden georganiseerd door Flanders DC. Dat zijn wij. We zijn een team van bijna 20 mensen. Wij zetten ons keihard in om designers en mensen die in de mode-industrie werken te ondersteunen in hun ondernemerschap en in hun talentontwikkeling. En uiteraard, een award is daar heel erg belangrijk voor. Deze Harry van der Velde Awards die kunnen uiteraard niet plaatsvinden zonder onze partners. En ik wil die ook nog even noemen, want het zijn belangrijke spelers in het veld ook. De OVAM, Openbare Afvalmaatschappij, zet vooral in met hun eigen Eco-Design by OVAM Award. De VNN steunt deze awards ook, wederom vanuit een duurzaamheidsuitdaging. We hebben Bokrijk, die inzet op vakmanschap, iets dat ook heel nauw verbonden is met design. En we hebben Vlaio natuurlijk, Agentschap voor Ondernemen en Innoveren, die ons ondersteunt in alles wat we doen. Ik ga jullie even doornemen naar de Henri van de Velde Awards. Jullie zijn al op dit webinar, dus ik vermoed dat jullie toch wel ergens ermee spelen om in te dienen. Maar ik zet dit hier graag nog eventjes op een rij. Wat brengen die awards nu eigenlijk? Hè? Enerzijds is het vooral een erkenning dat je goed bezig bent. Als je een award wint, wil dat zeggen dat je ergens bovenaan bent komen drijven, dat de mensen jou hebben opgepikt en jouw project toch effectief fantastisch vinden en zeker waarde vinden om een award te winnen dit jaar. Je komt ook op de radar van design experts. Dat doe je eigenlijk al door in te dienen. Niet alleen door te winnen, maar door in te dienen. Waarom? Jouw project, een product of dienstverlening of onderzoek wordt in eerste instantie bekeken door de jury. De jury is een team van een 15-tal vakexperts, elk met hun eigen expertise, die het hele jaar lang de radar op hebben van kwaliteit en talent in de design scene. Zij krijgen jouw dossier, jouw inzending te zien. Dus indienen is in feite al op de radar komen van design experts. Met de awards gaan we ook de boer op, uiteraard. Hè. Jouw project krijgt internationale visibiliteit. Dat is uiteraard wanneer je wint. Met winnen bedoel ik of je genomineerd bent voor de zilver, brons of gouden award.
We gaan daar een extensieve sociale mediacampagne rond opzetten. Wij schakelen zowel nationale als internationale pers in om de projecten op te pikken. Dus dat is altijd mooi meegenomen, denk ik. Voor de winnaars is de award uiteraard een kwaliteitsmerk. Het wil zeggen dat je ergens bent opgepikt en dat je ja, toch beter bent gerankt dan andere projecten op dat moment. En dat kan natuurlijk deuren openen voor klanten, voor extra visibiliteit of ja, nieuwe partners om mee samen te werken voor de komende projecten. Het geeft jouw werk en jouw bedrijf een boost. Het is op zich een fantastisch iets voor jouw team om een award te winnen en zeker naar de uitreiking te komen, ook in januari in Mozaar. De awards trekken de aandacht. Hè. Nieuwe klanten, nieuwe verkoop kan zeker gebeuren en is al heel vaak gebeurd met mensen die hebben gewonnen. Dus het geeft ook daar een boost. En ik zou denken, waarom zou ik niet indienen? Het is gratis, het heeft enkel wel wat tijd en het zorgt er eigenlijk voor dat je ergens feedback krijgt, ook op waar je mee bezig bent. Dus ik hoop dat jullie zeker jullie projecten gaan indienen. Even heel praktisch, er zijn meerdere categorieën, je ziet ze hier staan, 9 categorieën waarvoor jullie kunnen indienen. Je kunt een product of een dienst indienen voor deze categorieën. Voor design research kan het uiteraard ook een onderzoek zijn. Ik zou zeker zeggen, ga naar harryvandevelde.be/reglement. Kijk daar heel nauwkeurig naar wat de beschrijving is van elke categorie. En mocht je twijfelen of jouw product of jouw dienstverlening voor één of meerdere in aanmerking komt, dan zijn wij er met het hele team natuurlijk om jullie vragen te beantwoorden. Daarvoor kan je terecht bij info@marievandevelde.be. Dan gaan ofwel ikzelf of Mies of mijn andere collega's jou zo goed mogelijk proberen te helpen. Belangrijk om weten is dat je niet een unieke keuze moet maken. Je kan jouw project indienen voor 2 categorieën, niet meer. Je gaat een keuze moeten maken. En het is daarbij heel erg belangrijk dat je goed nadenkt wat de meerwaarde of wat het meer opvallende aspect van jouw project is. En dat je bij elke categorie dan ook een argumentatie daarvoor geeft. Probeer zeker niet te copy-pasten waarom iets voor business innovation en consumer in aanmerking komt. Maar geef zeker ook aan de jury mee waarom je in deze categorie indient. Want dat helpt hen ook om dat goed te kaderen. Het kan ook zeker zijn dat de jury naar rijpe raap ziet van ja, wij kiezen eigenlijk dat dit voornamelijk een environment project, omdat de duurzaamheid daar heel, heel prominent aanwezig is. Dus zij zullen uiteindelijk nog kunnen switchen van categorieën naarmate de, ja, de meest opvallende kenmerken. Heel kort, business innovation is uiteraard een vernieuwing en een verbetering in business context. Consumer gaat vooral over de beleefwereld van de consumenten. Lifestyle projecten komen hierin terug, maar ook zorg komt hier vaak in terug. Crafts is waar het vakmanschap primeert en op een goede manier wordt ingezet, uiteraard. Design research zijn eigenlijk meer de experimentelere concepten of scenario's die wel een toepassing zijn van een onderzoek. Dat is wel een belangrijke, een puur onderzoek as such kan moeilijk beoordeeld worden. Het moet ergens een toepassing zijn, dus er moet iets zichtbaar getoond worden waarmee dat scenario wordt getest bij de mensen. Digital product, daar komen de digitale websites, campagnes, allerlei digitale producten waarbij het digitale aspect van het project primeert in terecht. Environment, denk ik, zeer duidelijk. Dat is iets dat kan ook een business innovation project zijn, maar waar de duurzaamheid enorm hard primeert. Graphics, grafische vormgeving, ook heel breed. Dus alle aspecten van grafische vormgeving komen hierin terecht. Habitat, uiteraard de woonomgeving, alle producten en projecten die daar alles in vergemakkelijken. En Spaces gaat over de ruimte. Dat kan de publieke ruimte zijn, de leefomgeving, de wisselwerking tussen beiden. Ik ga denk ik straks wat voorbeelden geven die het wat duidelijker gaan maken. Dus voor deze 9 kan je indienen. Deze gaan naar de jury. Daar wordt dan een 3-tal mensen, 3-tal projecten uitgekozen per categorie. En op de uitreiking, die gaat plaatsvinden op 23 januari in Bozar, gaan we te weten komen wie de Silver, Bronze en Gold Award binnen elke categorie gaat winnen. Dus er zijn eigenlijk 3 winnaars per categorie, om het zo te zeggen. Er zijn ook een aantal andere awards. Hiervoor kan je niet indienen. Deze worden echt aangeduid door de jury, omdat het gaat over persoonlijkheden, mensen, bedrijven, die eigenlijk al een hele tijd bezig zijn of die op een andere manier in de kijker zijn gekomen bij de jury. De eerste 4 worden dus aangeduid door de jury.
De laatste, de Public Award, daar maak je zeker, kom je voor in aanmerking als je een van de genomineerden bent. Ik ga het uitleggen aan de hand van het jureringsproces. Dus belangrijk om te weten, het is een professionele vakjury in ronde 1. Die gaat vrij snel na de deadline van indieningen plaatsvinden. Daar gaan de juryleden jouw dossiers, dus wat je in het inzendingsformulier hebt ingebracht, gaan zij bekijken. Uiteraard, gezien zij vakexperts zijn, kennen zij wellicht al heel veel achtergrond van projecten, maar ga daar zeker niet van uit. Het is superbelangrijk om het inzendingsformulier zo volledig mogelijk te maken, wat ik daarnet ook meldde. Argumentatie wordt zeer belangrijk. Heb je bijlagen? We geven de mogelijkheid om heel veel dingen door te sturen. Doe dat zeker ook. Geef zoveel mogelijk detail en overtuig de jury waarom dit in een bepaalde categorie hoort. Want het is op basis daarvan dat zij in ronde 1 gaan beslissen of je in aanmerking komt voor ronde 2. Ronde 2 is een fysieke ronde. Die gaat op het eind van de zomer plaatsvinden. Dan gaan wij de overgebleven projecten fysiek in de mate van het mogelijke tentoonstellen voor de jury. Dus dan komen zij een ganse dag samen en gaan zij de fysieke producten echt bekijken, testen, beoordelen op afwerking, materiaal, of het beantwoord aan wat ze hebben gezien in het digitale inzendingsformulier. Bepaalde dingen digitaal ook interacties doen, installaties testen. Dus dan is het eigenlijk het product zelf en het project zelf dat ook moet voor zich spreken. Er is een ronde 3, daar komt de jury opnieuw samen en die gaan dan de hoofdwinnaars gaan bepalen. Dat zijn de categorieën waar niet voor kan worden ingediend. Midden november worden de genomineerden, die in ronde 2 werden vastgelegd, gecommuniceerd. Dus vanaf dan kunnen we ook de public award stemming in gang zetten. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende stapjes waarbij we dus nu een inzendingsperiode hebben waar jullie voor 31 mei jullie project indienen via de website henrievandevelde.be. Vervolgens gaat de jury de ganse zomerperiode aan de slag om alles te wikken en te wegen. Midden november komen de genomineerden per categorie online. Kan het publiek gaan stemmen. En dan 23 januari hebben we de feestelijke uitreiking in Bozar, waar de winnaars een podium krijgen, nog eens in de kijker worden gezet bij een volle zaal in Bozar. En er nadien ook nog een superleuk netwerkmoment is met de hele designsector. Misschien nog snel enkele voorbeelden vooraleer ik naar de effectieve verhalen van winnaars overga. Je ziet er hier een aantal. Ik heb geprobeerd een beetje diversiteit te brengen in welke projecten jullie zien. Aan de ene kant, helemaal links, heb je de Belevingsexpo Tableau. Is een project dat gewonnen heeft in categorie Spaces. Een project dat werd ingediend door Bayeul en Niras. Een tentoonstelling, een expo, waarbij jongeren worden meegenomen in de mogelijkheden van afvalverwerking voor radioactief afval. Dus het kan heel breed gaan. Niet meteen een specifiek designproject als je het aan de mensen op straat vraagt, maar dit hoort voor ons zeker onder design. De Xeos Aura, het toestel daar vlak langs, is eigenlijk een medisch toestel van Pars Pro Toto dat medische beeldvorming voorziet binnen het operatiekwartier. Ook Business Innovation winnaar geworden, dus ook een vrij divers project. En daarnaast heb je een tapijt, de Bite Me van Sam Druan. Een voorbeeld van een winnaar in de craftscategorie. Je ziet zachte materialen, heel veel feministische of seksistische boodschappen erop. Dus het verhaal achter het product is hier door de jury wederom enorm gewaardeerd. Daarnaast zie je het project Brian Meets Emoticon van Walda Verbanen. Design Research Project, dus je ziet een toepassing van een onderzoek waarbij er is gekeken naar hoe kan ik emojis en emoticons die eigenlijk in taalgebruik vaak worden gebruikt, hoe kan ik dat proberen te integreren in een braille alfabet. Dus dit is nog een uitwerking, een toepassing van een onderzoek, was geen finaal product, maar je ziet dat de toepassing van het onderzoek wel degelijk belangrijk is voor het project. Eentje daaronder, Tunneltaal, is een project dat ingediend werd in Spaces. Die heeft ook de Public Award gewonnen. Een onderzoeksproject rond sociale verbinding, waarbij een tunnel tussen twee donkere delen van een stad werd gebruikt om jongeren te vertrekken in het aankleden van die tunnel en het aangenamer maken van de tunnel. Project dat ook post-corona is gerealiseerd en dat eigenlijk een beetje een metafoor is geworden voor verbinding.
De zeteltjes die je daar ziet, is het project Digify, ingediend voor digital. Het is eigenlijk een XR-installatie waarbij een fysieke drager werd gecombineerd met VR. Waarbij eigenlijk de ontwerpers binnen de automotive-industrie hun ontwerp in real-time konden ervaren en bijsturen. Dus dat is ook een business innovation toepassing die binnen digital is ingediend. Dus beide kunnen hier aan bod komen. En dan uiteindelijk Plug, een lichtarmatuur die eigenlijk heel modulair is en die kon worden toegepast in verschillende woningen en omstandigheden. Een hele voorbeeld van verschillende winnaars van Norrie van der Velde. Je kan er ook nog heel veel op de website vinden, mocht je eens even willen grasduinen. Maar mocht je twijfelen of jouw project op een of andere manier in aanmerking komt voor de awards, zou ik zeggen, geef ons een seintje en dan helpen we jullie verder. Ik ga nu het woord geven aan Pieter Lesage van Studio Dot, oprichter van Studio Dot. Ik denk al meer dan 20 jaar, 23 jaar bezig en ongelooflijk veel awards gewonnen. Dus dat wil zeggen dat zij eigenlijk wel de meerwaarde van de awards inzien. Pieter, the floor is yours. Oké, goedemorgen. Ik ben Pieter. Ik ben de oprichter van een totuimbureau Studio Dot. Ik heb dat bureau inderdaad 23 jaar geleden opgericht. En voor de mensen die ons niet kennen, heel snel, wat doen wij? We ontwerpen fysieke producten, digitale producten. We zijn met interieurontwerp bezig, service design, branding en strategie. En wij doen dat met een team van 32 mensen op vandaag. Maar dat is heel kort wie of wat wij zijn. Ik ben gevraagd geweest om iets te vertellen over Gorrie van der Velde. En om dit voor te bereiden, even terug in onze geschiedenis gekeken, in onze lijst. Tot de conclusie gekomen dat wij al 13 keer gewonnen hebben in de voorbije jaren. En ik ga even heel snel de lijst afgaan, niet zo belangrijk, maar dan heb je een beeld van de breedheid van de zaken die we gewonnen hebben en waarom dat we die ingediend hebben. Allereerst in 2006 was Intera, wat dat een fiets was die van lichtfiets kon converteren naar een gewone fiets. Dat was toen een James Dyson Award, maar werd uitgereikt in het kader van Gorrie van der Velde. We hebben voor Mijnvaart een museumkast ontwikkeld, wat dat een bedrijf was die van een standaardproduct, die eigenlijk op maatproducten maakte, eens naar een standaardproduct ging. MIOS was een experimenteel project om museums op straatniveau te organiseren en iedereen zijn raam, om meer cohesie te creëren in de stad. Meer Toon voor Zee was een tuinhaspel, een puur consumentenproduct. Dit was een OVAM Eco Design Award met Smart Shop, wat een systeem was om domotica centraal voor heel België aan te sturen voor winkels, waaronder E5 en Van den Borre. IPA was een onderzoeksproject voor de stad Aalst om hoe dat je zorg in een stad beter kon gaan organiseren. Bouwliving is een start-up uit Antwerpen die op een modulaire manier appartementen op een andere manier inricht en zo een veel ecologischere manier van bouwen ontwikkeld heeft. Beloon is een Hongkongse klant van ons die in medical zit en eigenlijk een ring ontwikkeld heeft, of wij hebben die ontwikkeld voor hen om slaapapneu in kaart te brengen. Sportkompas is een spin-out van de Universiteit van Gent om bij jonge kinderen hun talent in kaart te brengen en welke sport ze talent zouden hebben, met het idee als ze dan die sport kiezen, dan misschien ook volhouden, omdat je daar wat talent in hebt. Aloxi is uitgereikt geweest tijdens corona, was de minst fijne uitreiking, vond ik zelf, maar wat. Is een sensor om in chemieomgevingen detectie te kunnen doen van hoe dat een klep staat. Want to Work is voor de stad Mechelen een tewerkstellingsproject om mensen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en vaak de taal niet machtig zijn, toch niet te discrimineren in het aanwervingsproces. En dan vorig jaar hebben we een Gold Award gewonnen met het Vlaams Digitaal Museum, of het Virtueel Museum. Dat is eigenlijk een concept om te kijken hoe kunnen we een Vlaams museum creëren zonder een nieuw gebouw te creëren. En hebben we ook een eigen product die we ontwikkeld hebben voor ons eigen nieuw kantoor, wat een kabelgoot combinatie is met verlichting en akoestiek, hebben we ook gewonnen vorig jaar.
Maar de hoofdvraag die mij gesteld is, waarom dienen jullie in? Initieel, als wij starten, en zeker in die beginjaren, had dat te maken met erkenning. Wat dat daarnet ook door Natasja gezegd is geweest. Het is handig als startend ontwerper om te kunnen zeggen dat je één of meerdere awards gewonnen hebt. Dat wordt op een bepaalde manier meer serieus genomen. Maar ik moet eerlijk zijn dat dat ook na een aantal jaar minder en minder de reden werd om het te doen. En als je al onze awards ziet, ga je een dipje zien dat we minder awards hebben ingediend tussen 2008 en 2012. Dat is omdat we die nood niet meer zo voelden. Waarom zijn we dat teruggestart? En eigenlijk heel actief en nog actiever als ervoor gaan doen, is omdat wij ook een kantoor in Hongkong hebben. En voor Chinese klanten is dat blijkbaar wel zeer belangrijk om awards te winnen. Dat heeft te maken omdat ze zelf niet goed snappen wat dat design is en hoe dat werkt. En dan maar kijken, hoe moet je dan een bureau selecteren? Als dat bureau veel awards heeft gewonnen, zal dat dan wel een goed bureau zijn. Dat is een beetje de selectiemethode daar. Dus daar is het belang terug groot geworden. Horry van de Velde speelt daar iets minder natuurlijk, maar toch blijven wij dat heel actief doen. Vandaag is het, zeker ook Horry van de Velde, de hoofdreden dat we dat doen, is eigenlijk naar recrutering. Is ons profileren in de designwereld in België en de afgestudeerden in de hoop dat we die mensen kunnen aantrekken. Dat is eigenlijk de hoofdreden dat we doen. Het is ook een heel leuk moment voor het team. We zijn nu al met een aantal mensen op bureau selecties terug aan het maken van wat gaan we indienen. En het is een beetje een sport aan het worden op bureau om mee te doen daaraan en hopelijk terug te winnen, natuurlijk. En het is op het einde, dat moment in Brussel is altijd een heel leuk feestmoment, ook voor het team, maar het is eigenlijk het enigste moment op het jaar waarin dat heel de designsector is bijeenkomt. En dat is gewoon heel, heel fijn. Wat dat we ook hebben, en ik heb toevallig eergisteren deze foto van een klant gekregen, dat is van 2013, de uitreiking, of 2012 denk ik, de uitreiking waarin dat we toen gewonnen hebben met de Haspel en de klant. We zijn terug voor die klant aan het werken, we zijn een nieuw product aan het ontwikkelen. En hij stuurde mij die foto en volgend jaar wil ik weer op de foto staan. Hè. Dus het is, vooral bij klanten die met B2C-producten bezig zijn, speelt dat wel. En heeft dat ook een heel groot voordeel. En je ziet dat ook werkt in de verkoopcijfers. Bij B2B-producten speelt dat ietsje minder, ook al dat daar ook wel wat impact begint te hebben eigenlijk. Los daarvan, waarom steken wij zoveel tijd in een Horry van de Velde en iets minder in de Red Dots en de IF's en dat soort zaken? Omdat voor mij Horry van de Velde eigenlijk een van de weinige volledig faire awards is. Eén, het is gratis, dus iedereen kan indienen. Dat is al geen drempel. Maar ook, er zijn per categorie 3 winnaars en niet meer. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een Red Dot, kost geld om mee te doen, kost nog veel meer geld als je wint. Want daar is het idee dat alle winnaars mee financieel bijdragen in de communicatie. Maar Red Dot is ook een privaat bedrijf. Dus hoe meer winnaars er zijn, hoe meer geld dat die verdienen. En je kunt dat ook zien dat er ieder jaar gewoon meer mensen winnen. Waardoor dat je een beetje kunt gaan afvragen, wat is de waarde er nog van? En dat is hetgeen dat ons zo hard inspireert bij Horry van de Velde. Het is gewoon fair. Er zijn 3 winnaars, een brons, zilver, gold en that's it. En er zijn een aantal vast aantal categorieën. En er is geen andere dynamiek die speelt dan als ik meer winnaars creëer, verdienen we meer als organisatie. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik dat ook een zeer nauw hart toedraag. En ook hoop dat er veel mensen terug indienen. Dat er bij mij op Rory het dan vreemd vindt. Hij gaat nu reclame maken en dan gaan we meer concurrentie hebben. Ja, dat is dan ook goed. Hè? Allee, bedoel, als je goed wilt zijn, moet je er gewoon veel indienen. Dus ik denk dat een beetje generiek. Het verhaal was dat ik wou vertellen. Als er mensen vragen zijn, stelt ze zeker. Dan ga ik straks ook proberen antwoorden. Maar ik kan het alleen maar aanraden om in te dienen. Dankjewel, Pieter, voor deze toelichting. We hebben ook nog een tweede getuigenis van de Horry van de Velde Awards hier. Ontwerper Jo Klaps, die won vorig jaar zomaar liefst ook 2 awards.
Ik geef jou graag de vloer, Jo, om te getuigen wat dat voor jou betekent. Je staat nog op mute, Jo. Beginnersfout, hè? Welkom allemaal. In deze digitale tijden doe ik het op een analoge manier. Dus ik denk dat jullie mij wel kunnen zien. Ik ben Jo Klaps, een oprichter van Studio Brussels Lof. Een ontwerpbureau die vooral bezig is met scenografie en grafische vormgeving. En we zijn 37 jaar geleden gestart. Dat is dan ikzelf en mijn vrouw. En ik ben al jarenlang gefascineerd door dit. En wat je hier ziet, dat zijn letters. Ik hou van letters, maar ik hou vooral van ambachtelijk gekapte of gelaste, gemaakte letters die ik her en der tegenkom in de openbare ruimte. En ik ben eigenlijk al 10 jaar bezig met het archiveren, dus het vastleggen van letters die ik her en der tegenkom. Maar ook met de ontwerper in mij maakt dan, want die alfabetten, wat ik hier zie, daar staat vader Pastoor Lemmers. Daar heb ik natuurlijk niet alle letters van het alfabet. Ik maak de letters af en de ontwerper in mij vindt het dan fijn om die een volledig nieuw alfabet te maken. Dus daar was ik al 10 jaar mee bezig. Dus het beperkte zich eigenlijk tot het registreren en het digitaliseren. En een paar jaar geleden is er eigenlijk een paar keer een vraag gekomen van klanten om een gedicht te realiseren in een huis in Amsterdam. En ik ben dan begonnen, ik dacht misschien kan ik iets doen met die letters die ik overal vind. En ik ben dan begonnen met bijvoorbeeld 1 gedicht in 3D te printen. Ik heb hier ook volledig analoog een stukje bij. Dat is een 3D-print in een bio-afbreekbaar plastic. En ik heb zo'n heel gedicht gedigitaliseerd en dat gerealiseerd, zodat dat kinder in Amsterdam tegen de muur kon hangen. Dus op dat moment had ik een aantal realisaties en ik dacht, oh, misschien is dit interessant. Ik kreeg ieder jaar de mail van de Henri van de Velde Awards, maar ik dacht, ja, ik heb niks interessant, ik doe niet mee. En nu, het laatste verleden jaar, dacht ik, eigenlijk heb ik nu een verhaal waarbij dat ik letters registreer, digitaliseer en ik fabriceer er iets niet mee. En dat verhaal werd af. Dus ik dacht, oké, ik ga dat inzenden. En wonder boven wonder, ik had het eigenlijk ingezonden bij de categorie ambacht. Omdat ik, ja, is dat grafische vormgeving? Ja. Maar voor mij was het meer ambacht. Het was een soort ode aan het ambacht van die mensen die al die letters in de tijd zonder elektriciteit of zonder computer allemaal gerealiseerd en gemaakt hebben. Ik dacht, weet je wat, ik dien het in bij ambacht. Ik wist niet, denk ik, dat je 2 categorieën kon gebruiken. Uiteindelijk heb ik een mail gekregen van, kijk, je bent geselecteerd, maar we hebben jou gezet in de categorie grafische vormgeving. Dus voor mij was dat oké, want het is een soort grafische vormgeving natuurlijk. En dan krijg je bericht dat je naar de 2e ronde kan. En dan moet je iets tonen, maar die dingen die ik gemaakt heb, die hangen bij mensen aan huis. Ik heb op verschillende plekken teksten hergebruikt in projecten. Dus ik kon dat niet van de muur halen. Dus ik heb eigenlijk beslist om een kistje te maken. Het project kreeg een naam, Font Rescue. Ik heb ook een t-shirt aan ervan. Voilà. En ik had voor ieder project dat ik gemaakt had, heb ik een boekje gemaakt dat mooi in die kist paste. Dus dan, ik dacht naar presentatie toe. Is het ook wel belangrijk dat ik eigenlijk voor iedere letter die ik al gerealiseerd had, ieder lettertype, heb ik een boekje gemaakt. Plus ik heb in de kist ook deze staaltjes gestopt van materiaal die ik gebruikt heb. Ik probeer die letters ook op een creatieve manier, op een digitaal hedendaagse manier te gebruiken. Dit was de 3D-printing. Hierbij heb ik een heel dunne lijststeen, heb ik met watercutting, dus een aquajet, heb ik een alfabet gerealiseerd. En dan bijvoorbeeld in laser in staal. Dus ik had van alle staaltjes bijgeduwd in die doos. En ik had een mooie compacte doos binnengebracht in Kortrijk. Daarna kreeg ik dan bericht van, hey, je bent geselecteerd, je bent bij 1 van de 3 winnaars. En toen ging de bal aan het rollen. Dus uiteindelijk bleek dat ik een Gold Award had gewonnen bij de grafische vormgeving. En dat heeft voor mij heel veel... Ik heb dan ook de Public Award gewonnen. En ik moet zeggen, ik geef les, ik zit nu op de universiteit in Hasselt. Dat helpt natuurlijk ook als je een mail kan sturen naar student of de centrale doet dat en dan krijg je heel veel stemmen. Hè. Dus dat helpt. Voor de rest is er voor mij, wat zijn de gevolgen van die Henri van der Velde Awards? Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die allemaal letters hebben doorgestuurd. En kijk eens, die letters. Ik heb ineens een heel netwerk van mensen die mijn letters doorsturen.
Het was ook mijn idee, een font rescue wil ik niet... dat is niet iets wat ik alleen wil doen. Ik wil met meerdere mensen daaraan werken. Ik heb dat toen ook genoemd, een soort WWF, World Wildlife Fund. Niet voor de pandabeer, maar om het redden van letters. Letters verdwijnen in snel tempo dikwijls uit grafstenen. De concessie vervalt, de mooie grafsteen met de letters wordt afgebroken, gaat weg en niemand ziet die letters nog. Dus ik probeer een netwerk. Ik heb nu verschillende mensen gecontacteerd, of ze hebben mij gecontacteerd. En in mei zitten we al samen met een team. Ik heb ook een heel mooi krantartikel gekregen, De Standaard. Pagina groot, een mooi artikel in het Belang van Limburg. Een heel fijn interview op Radio 1 in Culture Club. Dan heb ik nog een aanvraag gekregen voor een tentoonstelling om mee te doen in Absence. Die loopt hier in Hasselt. Waarbij dat ik een nieuw lettertype, dus was nog een grafsteen, die had ik nog op reserve. En ik heb een kist gemaakt met... mijn vader is een paar jaar geleden overleden. En ik heb een hele hoop tekeningen van hem gemaakt voor zijn dood. En ik heb een mooie kist gemaakt. Dat is een expo die gaat over afscheid nemen over de dood. Dus dat, die bal is aan het rollen gegaan en die bal rolt nog. En ik hoop dat die nog lang zal rollen. Dus het is zeker de moeite om mee te doen met zo'n project. Voilà, dat is mijn getuigenis. Dankjewel, Jo. Dat fijne verhaal. Voilà, we zitten eigenlijk aan het einde van de sessies. Inderdaad, Jo en Pieter, als jullie de camera even terug willen opzetten. Ik pik al even twee vragen uit die zijn gesteld in de chat. Mochten er nog mensen vragen hebben, het is zeker nu het ogenblik om die te posten in de Q&A-sectie van dit webinar. Ik wil eventjes stilstaan op een vraag van Ram Broekaert, die zelf urnen ontwerpt. Ik begrijp, denk ik, dat Ram een Belgisch, een Vlaming, die wel zijn producten laat produceren in Portugal en zich afvraagt of dat een probleem is. Nee, zeker niet. Voor ons is het belangrijk dat er een Vlaamse link is en daaronder verstaan wij dat de ontwerper, de opdrachtgever, gevestigd is in het Vlaamse gewest. Waar de productie dan vervolgens plaatsvindt, is op zich niet zo belangrijk. Het kan ook een opdrachtgever zijn van het buitenland. Het kan ook een bedrijf zijn dat hier gevestigd is en met een eigen designteam werkt dat in het buitenland gevestigd is, zodanig dat de hoofdeigenaar, dus de entiteit die het project draagt, in het Vlaamse gewest gevestigd is. In dit geval de ontwerper. Dus productie in het buitenland is geen probleem. Anne van Hooy vroeg zich af of je op meerdere projecten kunt indienen. Ja, zeker. Dat kan je zeker. Hè. Ik denk, Pieter, hoeveel projecten staan er meestal bij jullie op de lijst om in te dienen? Ik denk dat wij rond de 4 à 5 per jaar indienen. Ja, dus voilà. Dus zeker niet twijfelen als je meerdere projecten of producten hebt die voldoen aan de criteria, uiteraard. Er is een datumrange wel waarbinnen dat ze op de markt moeten zijn. Dat is 1 juni 2022 tot nu eind mei 2023. Als ze daar binnen vallen en voldoen aan de Good Design Criteria en het Vlaamse aspect van deze award, dan kan je ze indienen. Is het wel later, dan is er geen zorg. Hè. Dan dien je voor de volgende editie in. Wij komen elk jaar terug, zodanig dat we elk project de kans geven om zeker in te dienen. Ga eens even terug naar de chat. Ja, Peter die heeft wat twijfels over een categorie. Inderdaad, een product of een project kan ingediend worden in maximaal 2 categorieën. Als je twijfelt tussen 3, dan zou ik eigenlijk zeggen, stuur ons een mailtje of bel ons even op. Dan zullen we overleggen welke 2 het meest van toepassing zijn voor jouw project. Even zien, Julia die heeft een handtassenmerk. Werken met een opdrachtgever is geen enkel probleem. Dus dan kan je indienen, ik dien in als design of ontwerper of ontwerpbureau. En dat stukje opdrachtgever mag je eigenlijk op zich vrij laten. Dan probeer je daar te specificeren dat je het eigenlijk uit eigen naam op de markt brengt. Dus dat is zeker oké. Even kijken, er zijn nog mensen die vragen hebben bij de categorieën.
Ja, ik zou zeggen vragen, twijfels over categorieën, mail ons even. We helpen jullie echt één op één verder daarmee. Ik zie nog wel een belangrijke ook voor iedereen om mee te geven in welke fase moet het project zijn en moet het op de markt zijn. Inderdaad, het product of het project moet op de markt zijn. Prototypes komen niet in aanmerking voor de award. Dus het moet een afgewerkt iets zijn. Natuurlijk, afwerking is een... in sommige categorieën wel een beetje een vaag begrip. Laat ons zeggen dat het effectief in die periode beschikbaar moet zijn, tastbaar moet zijn, ontwikkeld zijn. Dat is belangrijk, maar dus effectief zaken die nog niet gelanceerd zijn, die zullen dan eerder voor volgend jaar in aanmerking komen, eens ze op de markt zijn. De vraag vervolgt met wat moet er ingediend worden tegen eind mei? Dus dan zou ik zeggen, ga naar honeyvandevelde.be. Je kan daar op de indienknop drukken. En dan loodst een inschrijfformulier jou door alle vragen die belangrijk zijn om een beeld te krijgen van jouw project. Niet zoveel mogelijk in, dus je gaat daar moeten in gegevens ingeven rond jezelf, de mensen waarmee dat je hebt samengewerkt, de materialen van jouw product of project, de categorie. Je kunt daar heel veel beelden, videomaterialen in opladen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling dat je dat allemaal online indient. Mocht je nog vragen hebben over dat inschrijfformulier, op de website honeyvandevelde.be staat ook een tutorial waarbij mijn collega Missio stap per stap door elk vakje loodst wat je waar precies moet gaan ingeven. Dus dat kan zeker ook helpen. Even kijken naar de volgende vragen. Hoe belangrijk is het dat alle partijen van een inzending samen indienen? In principe kan eender wie die aan het project heeft gewerkt indienen. Dus het kan het ontwerpbureau zijn, het kan de ontwerper zijn, maar ook de opdrachtgever of de klant kan indienen. Het is natuurlijk belangrijk dat, ik denk dat het in functie van jouw samenwerking met die mensen goed is om zeker dat ook te laten weten, hè, dat je indient voor een award. Maar dus in de fase van indiening kan je zelf, een van die partijen kan de inzending doen. Eens jullie bericht krijgen van ronde 1, ronde 2 en dan de uitreiking, is het voor ons heel belangrijk dat iedereen ook aanwezig is om dat te vieren, hè, dat jullie project dit heeft gewonnen. Dus laat je daar zeker niet door weerhouden. Sociale positief impact aspect van het project, is dat doorslaggevend dat, of kan kwalitatief, maar commercieel design ook? Uiteraard. Er zijn categorieën waarin het sociale aspect superbelangrijk is, maar kwaliteit en commercieel design is evenzeer iets dat kan worden ingediend voor de Design Awards. Kijk eens even goed naar de criteria. Ze worden gewogen door de jury, maar een product dat op de markt in een winkel ligt, is voor bepaalde categorieën evenwaardig aan een sociaal project waar er interactie is met bepaalde doelgroepen. Dus daar wordt geen voorkeur in uitgesproken. Beide zijn zeker welkom. Eventjes naar de vraag van Paul. Ja, dat is belangrijk voor de juryrondes, de vraag van Paul. Hij vraagt zich af, komen de juryleden ter plaatse om een aantal zaken te beoordelen? Nee, dat is praktisch heel moeilijk. Ik denk dat wij in ronde 2 rond de 100, 120 projecten hebben. Die moeten fysiek beoordeeld worden door de jury in één dag. Dus wij vragen wel dat er iets wordt voorzien om op de locatie van die juryronde 2 te laten zien. Dat kan een filmpje zijn, dat kunnen wat printouts zijn, dat kan ook een maquette zijn of een stukje in die aard. Dat kan allemaal wel, maar ter plaatse gaan rondreizen, dat is helaas zeer moeilijk voor de juryleden. En nog een vraag hier opgepikt uit de chat. Moet er in de categorie crafts sprake zijn van innovatie? Is natuurlijk een belangrijk aspect voor de hele range van awards. Maar ik denk, laten we u daar zeker ook niet door weerhouden. Het voorbeeld van Bite.me dat ik in de slides heb laten zien, is dat super innovatief? Is dat innovatief? Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon een mooie uitvoering was, een heel mooi verhaal, een heel mooie laag die daarachter zat, die de jury overstag heeft doen gaan. Dus ik denk innovatie en dan crafts, die werken in beide gevallen. Hè. De winnaar van deze editie, er zat een boot bijvoorbeeld in die onder de noemer crafts en innovatie zeker kan komen. Dat is enorm geapprecieerd door de jury.
Maar er zijn ook echt handwerk, hele steriele handwerkprojecten eveneens in de kijker gekomen. Dus ja, daar is geen verschil tussen. Beide kunnen. Voor de vraag van Basten. Basten was even oud. Ik zou zeggen, mail ons even. Dan bekijken we het op jouw specifieke case, info@mariehandevelde.be. Dan gaan we even kijken welke voor jou het beste in aanmerking komt. Dus even zien, ik denk dat we momenteel een beetje op het einde van de vraag zijn. Voilà. Zo, ik denk dat wij hier kunnen afsluiten. Mochten er toch nog vragen komen, je weet ons te vinden. info@mariehandevelde.be. Ik denk dat ik het 12 keer heb gezegd, dus zeker onthouden. Ga ook zeker op de site mariehandevelde.be nog even het reglement na de verschillende beschrijvingen van de categorieën. Heb je daar ook vragen bij? Kan je daar ook de tutorial vinden van het inschrijfformulier? Dus er zijn heel veel mogelijkheden om al antwoorden op je vragen te krijgen. Er is ook een FAQ die je kunt doorscrollen. En weet je het niet, dan bel je of mail je ons maar. We helpen graag verder. Ik wou jullie nog even meegeven dat op de agenda, flandersdc.be/agenda, nog een heel aantal evenementen, webinars en labs staan die voor mensen uit de designsector zeker van belang kunnen zijn. Dus scroll daar ook even door. En dan rest mij, denk ik, jullie vooral te bedanken, Pieter en Jo, ook voor jullie aanwezigheid en getuigenis. En aan alle aanwezigen ook om eventjes tijd te vinden om hier in te zoomen. Ik hoop dat jullie allemaal indienen. De tijd tikt. Voor 31 mei moet het binnen zijn, maar we zijn er om jullie te helpen, hè, mocht je ergens vastlopen. Hartelijk dank iedereen en een fijne dag.